Hallo en welkom bij de oefentoets voor 3 HAVO, hoofdstuk 5 bij het boek Impact. Vraag 1. Een fietser rijdt met een constante snelheid van 8 meter per seconde. De fietser heeft hiervoor een mechanisch vermogen van 80 watt nodig. Hoeveel arbeid gebruikt de fietser als hij 400 meter fietst? Nou, wat we dus kunnen zeggen is bij vraag A, hij fietst 400 meter. En als hij 400 meter fietst met 8 meter per seconde, dan kunnen we zeggen de tijd bereken je met afstand gedeeld door snelheid. Zou je nog moeten kennen van het vorige hoofdstuk. En dan hebben we natuurlijk een afstand van 400 meter met een snelheid van 8 meter per seconde. Dus dan is hij, als ik dit goed uit mijn hoofd doe, 50 seconden onderweg. Waarom doen we dat nu? Dat doen we omdat energie namelijk altijd berekend kan worden met vermogen keer tijd. En in dit geval is het vermogen 80 watt en de tijd is 50 seconden. Dus dan hebben we 80 keer 50. Geen idee waarom ik dit op mijn rekenmachine doe, terwijl de vorige in één keer uit mijn hoofd komt, want dat is natuurlijk 4000. Dan hebben we een energie van 4000 joule. Goed, dat is stap 1. En dan gaan we gelijk maar door naar vraag B. En bij vraag B zit iets wat ik niet normaal jullie aan zal doen bij een overige toets. Namelijk bij vraag B zit het verhaaltje van. Ja, wat zit er aan een verhaaltje bij? Oh ja, ik weet het weer. Je moet het antwoord van de vorige vraag gebruiken. En dat vind ik een beetje gemeen om in een echte toets te doen natuurlijk. Maar goed, hoe groot is nu de voorwaartse kracht van de fietser? En de voorwaartse kracht van de fietser, dan gaan we natuurlijk zeggen, arbeid is kracht keer afstand. Natuurlijk weten jullie allemaal dat arbeid hetzelfde is als energie. En daarom kunnen we dus nu zeggen dat die 4000 joule aan energie die we er net hadden, is gelijk aan de kracht keer de afstand. En de afstand is nog steeds die 400 meter. Dus de kracht is dan, ik ga straks even mijn muis anders instellen, lang leven het nieuwe systeem. De kracht is dan 4000 gedeeld door 400, oftewel 10 newton. En dan hebben we vraag B gehad. Vraag C is een heel erg flauwe. Want in de vraag hebben we namelijk gekregen dat de fietser fietst met een constante snelheid. En als, hij een constante snelheid heeft, dan is natuurlijk dan is natuurlijk de nettokracht 0. En als de nettokracht 0 is, 0 newton is, dan moet de voorwaartse kracht gelijk zijn aan de wrijvingskracht. Kortom, 10 newton. Dit was vraag 1. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.